Het is paradoxaal dat onze gezamenlijke geschiedenis, die ons bindt en die we koesteren, nog altijd zoveel pijn in zich draagt. We kunnen dat verleden niet veranderen. Maar we kunnen en moeten het onder ogen zien. Ook daarom ben ik naar Suriname gekomen. We staan in het Koninkrijk der Nederlanden aan de vooravond van de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Tussen ons in het heden en dat moment zitten wel beschouwd niet meer dan enkele generaties. En het is volkomen begrijpelijk dat dit levende geschiedenis is. Voor de nazaten van de tot slaafgemaakte, de inheemse bevolking en de contractarbeiders. Zoals dat ook geldt voor veel inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, waaronder een grote groep Surinaamse Nederlanders. Het is voor ons hier, 21e eeuwers, moeilijk voorstelbaar. Het is een absurde gedachte hoe de ene mens de andere mens eeuwenlang als handelswaar kan behandelen. Met al het brute geweld en onderdrukking die daarmee gepaard ging. Slavernij was letterlijk een onmenselijk systeem. En alles wat we erover weten, elke getuigenis uit het verleden die tot ons komt, vervult ons met afschuw. Het herdenkingsjaar 2023 moet daarom in het teken staan van erkenning. Erkenning van het afschuwelijke leed dat de tot slaaf gemaakte is aangedaan. Erkenning van de strijd en het verzet dat er ook was. En dat zo indringend is beschreven door Anton de Kom in zijn boek Wij slaven van Suriname. En natuurlijk erkenning van de maatschappelijke doorwerking van de periode van de slavernij in ons heden. Want erkenning is het begin van heling. En precies hierover, over die maatschappelijke doorwerking, hoop ik tijdens dit bezoek in diverse ontmoetingen, ook vanmiddag, meer te leren. Ik wil uit de eerste hand horen wat het slavernijverleden vandaag de dag betekent voor de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. En ja, dat hangt natuurlijk ook samen met onze koloniale geschiedenis. Ik wil van de jeugd en van ouderen horen hoe zij tegen de geschiedenis aankijken en wat zij graag zouden zien gebeuren. Ik wil de impact van het verleden kunnen begrijpen en invoelen, zodat de erkenning die er moet komen zoveel mogelijk helend en ook verzoenend kan zijn. Dat is mijn vurige wens en die van de hele Nederlandse regering. Dames en heren, ik zei net dat de relaties tussen Suriname en Nederland te lang verstoord zijn geweest. Maar dat geldt natuurlijk ook vooral voor de officiële kanalen op regeringsniveau. Want op menselijk vlak is de band tussen onze landen altijd onverbrekelijk geweest.